Zeg hé, hey, zeg hoi, zeg kiekeboe tegen deze zebra met de voornaam Zoe. Genoeg, Sue. De pantomime begint pas over ruim een half uur. Maar ik ga maar naar één pantomime per jaar. Een zebra's in het bos wordt fantastisch. Ik wil gewoon zeker op tijd zijn. Hm? Waarom loopt iedereen weg? Oh, dat is niet goed. Hallo, Zack. Gaan jullie ook naar de pantomime? Niemand gaat erheen, Sue. Wat? De toneelvereniging heeft de voorstelling afgelast. De hoofdrolspeler liep tegen een nepboom aan en verzwikte zijn hoef. Niemand kan voor hem invallen. Nou ja, volgend jaar dan maar. Hm. Morgen, Sue. Hoi, Elsie. Heb je zin om ridders en prinsessen te spelen? Nee, dank je, Elsie. Het scheelt eraan. We zouden eigenlijk naar een mimevoorstelling gaan, maar die gaat niet door. Dus nu moet ik een heel jaar wachten op de volgende. Ik had er ook naartoe gewild. Ik vind dat grappige paard zo leuk. Hij is geweldig. En de mensen die het doen, hebben er zoveel plezier in. Dat is waar. Ze vinden het altijd leuk. Dat is een goed idee. Ik ga zelf een pantomime doen. Met mij in de tuin. Hmm... Briljant idee! Ik ben blij dat je je teleurstelling verwerkt hebt, Sue. Omdat ik nu zelf een pantomime op ga voeren. Voor iedereen! Geweldig, Bisou. Welk verhaal wil je gaan opvoeren? Ik ga er één verzinnen. Helemaal mijn eentje. Zo. Waar gaat jouw voorstelling over? Ik denk dat het over een eenzame prinses gaat. Die wegloopt bij haar stoute zusjes. En ze zoekt naar, een knappe prins. En dan noem ik het Prinses Asjes. Huh? Volgens mij wil iedereen jouw voorstelling zien, Zoe. Nu moet ik nog alleen het verhaal schrijven, het decor maken en het opvoeren. Dit wordt het decor voor het kasteel. En dit wordt aan het bos. Hoe vind je het, Bok? Goed punt. Het is veel te klein. Een decor moet groot zijn. Hier ga ik straks nog wel over nadenken. Eerst op zoek naar kostuums. Dit is goed voor een knappe prins. Maar waar vind ik een kostuum voor de prinses? En wie gaat de prinses spelen? Jij kan het doen, Pok. Toe, Pok. Jij kunt de prinses zijn. Dan ben ik de prins. Maar ja, wie zijn de stoute zusjes? Nee, Pok. Ik wil echte acteurs. Geen teddyberen. Er is zoveel te regelen. Misschien was deze pantomime toch niet zo'n slim idee. Als mijn voorstelling niet doorgaat, moet ik alle posters maar weghalen. Je bent geweldig, Sue. Oh ja? Ja, nou. Je organiseert een pantomime voor iedereen. Oh. We hebben er zo'n zin in. Ik zie je daar. Oh nee. Wat moet ik nou doen? Bisou, we hadden niet begrepen dat je pantomime plaats zou vinden in onze achtertuin. Mm-hmm. Of dat je met een voorstelling voor iedereen de hele straat bedoelde. Alles gaat verkeerd. Ik kan geen voorstelling maken in mijn eentje.
Maar meneer Zoe en Jack verheugen zich er al helemaal op. Dus het moet wel doorgaan. Dus wat ben je nu van plan? Ik heb decors nodig, een kostuums en acteurs. Misschien als ik wat hulp had. Toe. Vooruit. Maar we hebben wel de hele familie nodig. Want dit wordt echt een megaproductie. Hoe stout moeten de stoute zusjes eigenlijk zijn? Super stout. Hebben de stoute zusjes misschien ook toverkrachten, Zoe? Ja, Omi. Ze hebben ook toverkrachten. Oh, dan doen we het. Ja. Dat brengt me op nog een idee. Tuurlijk word ik je verteller, Zoe. Dat is een hele belangrijke taak. Mag ik de prinses zijn? Dank je, Zoe. Wauw, pap. Dat is een super decor. Blij dat hij bevalt, Zoe. En wat vind je van deze? Een betoverd bos. En een enge, donkere grot. Dank je, pap. Echt gaaf. Ik had zelf niet aan die grot gedacht. Maar het brengt me op nog een idee voor mijn verhaal. Ik ben prinses Asjes. De mooiste, de dapperste prinses van het land. Zelfs draken rennen bang weg voor mij. Een prinses kan best net zo dapper zijn als een prins. Dat brengt me weer op een idee. Om mijn verhaal nog leuker te maken. Zo. Ik denk dat alles nu in orde komt, Pok. We hebben decors, de stoute zusjes, de prinses. Oh nee, helemaal vergeten. Ik ben het paard vergeten. Aha, Zoe. Ik ben bezig met mijn tekst. Opa, ik ben het paard helemaal vergeten. En ik weet niet hoe ik er een maak. Ah, rustig aan, Zoe. Voor elk probleem bestaat een oplossing. Misschien kun je wel proberen het paard te verwerken in je verhaal. Oké, Pok. Het is af. We krijgen een prachtig paard. Dat staat vast. Lang, lang geleden was er een eenzame prinses die met haar twee stoute zussen in een kasteel woonde. Oh, ik wou dat ik een knappe prins vond. Woe, woe, woe. Er zijn geen prinsen in dit land, omdat wij ze weggetoverd hebben. Jij, prinses Asjes, moet voorgoed hier bij ons blijven. Zal ik ooit een knappe prins vinden? Wat hoor ik nu? Hij is achter je! Hè? Huh? Er is toch niemand? Hij is achter je! Een elf met veren! En hij wil dat ik hem volg! Doe ik dat? Ja, ja, volg hem! Ja, volg hem! Ja, volg hem. Een enge grot. Is daar iemand binnen? Hij is achter je. Huh? Dat is een paard. Ben je vertrouwd, meneer paard? Kom maar, ik breng je wel naar buiten. We zijn er. Ik ben blij dat je er bent, meneer paard. Je mag dan geen knappe prins zijn, maar we kunnen wel vrienden zijn. Oh. Een knappe prins! Ik ben je droomprins. En de stoute zusjes hadden mij lang geleden in een paard veranderd. Maar jij hebt de vloek verbroken met die kus. Oh. Zo heeft prinses Asjes haar knappe prins gevonden. En ze leefden nog lang en gelukkig. Einde. Ja! 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 Volgens mij ging het goed. En meedoen in een voorstelling
was zelfs nog veel leuker dan er naar kijken. Ja! Ja, dat was echt prachtig, Sue. Beste pantomime die ik ooit heb gezien. Dank je. Misschien doe ik wel weer een pantomime volgend jaar. Oh ja, zolang wij maar de sterren van de show zijn. Dan noemen we het de stoute zusjes nemen wraak. Oh, gaaf idee. Ja, sprookjes zijn dus echt leuk voor alle leeftijden. Joehoe.